Heel groot nieuws vandaag. ACITO en Heracles Almelo gaan een unieke samenwerking aan. Naam gaat krijgen, is dat we zeg maar, met deze doelgroep uitstekend kunnen samenwerken en we kunnen kijken van god, iemand hebben ook talenten, hebben iemand, eigenlijk gaat het ook weer om talentontwikkeling. En die talentontwikkeling proberen we hier ook in het stadion voor onze organisatie te waarborgen. Heb Gostal, commercieel directeur van ACITO. Het is de eerste week van februari en jullie hebben iets heel bijzonders aan te bieden. Ja, wat voor mij heel bijzonder is dat wij als ACITO voor 10 jaar lang zowel de verbintenis als hoofdsponsor aangaan als per 1 juli 2019 voor 10 jaar de stadionnaam gaan krijgen. En dat is natuurlijk in voetballand nog niet vertoond. En op 1 juli kiezen we weer het momentum om de nieuwe naam bekend te maken. En ik neem aan dat het een groot spektakel wordt. Dat wordt een groot spektakel, omdat het belangrijk is dat we daar op die manier ook weer het momentum pakken om de verbintenis met de supporters. Want ik zeg altijd heel erg, een stadion zonder supporters is geen stadion. Het is hun huis en wij mogen daar dan onze naam aan hangen. En daar willen we ook met gepaste wijze mee omgaan. Niet alleen de club Heracles, maar ook de supporters en de sponsoren zijn belangrijk voor ACITO. Ja, belangrijkste is, we zijn natuurlijk onze visie is ACITO verbindt. Wij verbinden mens, markt en onze organisatie met allerlei doelgroepen. En die komen eigenlijk allemaal in dit stadion komen die ook. Dus betekent een voetbalclub is eigenlijk een soort mini-samenleving waar al deze doelgroepen ook over de vloer komen. En die allemaal betrokkenheid hebben met deze club. Dus op deze manier proberen wij ook te verbinden. Goed, jullie zijn al 2,5 jaar met elkaar bezig. En nu is het een contract wat met 10 jaar verlengd wordt. Welke club in Nederland heeft zo'n succes? Ja, dit is een zeldzame samenwerking en is fantastisch. Er zijn geen clubs te noemen waarvan je zo even hier in Nederland kan zeggen van nou, die gaan 10 jaar met elkaar een verbindenis aan. Dus ja, daar zijn we redelijk uniek in. Hoe geruststellend is dit contract voor Heracles, voor de supporters en voor de sponsors? Ja, dat is heel geruststellend. Ik geloof sowieso in langdurige samenwerkingen. Dat is altijd het krachtigste, het meest krachtige daarin. Dus dat is goed voor ACITO, dat is goed voor ons. Wij zijn ook een club die lange relaties bouwt. En dat vinden wij erg belangrijk. En wij, ja, nogmaals, voor de stabiliteit in de organisatie, voor de club is het hartstikke belangrijk dat er langdurige samenwerkingen aangegaan worden. En zeker als we praten over een hoofdsponsor en naamgeving stadion. Want het zijn gewoon substantiële bedragen die daarin meedoen in de begroting. Je zult de man zijn die vanavond zijn hoofd op het hoofdkussen legt, de gegeven in de handen wrijft en zegt van, dat hebben we toch maar weer mooi gedaan. Nou, nogmaals, wij zijn hartstikke tevreden met deze deal. En wij zijn er uitzonderlijk gelukkig mee dat ACITO zo lang zijn naam wil verbinden aan Heracles Almelo. Rob, ik wens je heel veel succes bij en gefeliciteerd. Ja, dankjewel, Henry. Volgens mij spreekt er ook 1 heel groot woord uit. En dat is wederzijds vertrouwen in 2 partijen die het samen doen. Dus volgens mij is mij niks anders dan een glas met water in plaats van champagne. Maar op de vitaliteit. Een voetbalclub. Proost. Op de samenwerking. Kim Katter, deze middag in het ROC. De Hair Award. Op zoek naar talent. Sinds 2009 heb ik al een talentacademie opgezet met het ROC van Twente. Om echt talent binnen de opleiding zeg maar, uit te filteren. En voor een aantal mensen echt naar een heel bijzonder workshops te garanderen voor een jaar. De vraag is natuurlijk, heb je al wat gevonden? Ja, ik heb er al een paar opgeschreven op mijn lijstje, maar ik ga de hele avond nog door. En het is toch de winnaar per se van de Hair Award is misschien niet altijd wat ik zoek. Ik zoek iemand die ook goed kan presenteren en die meer kan dan alleen het opsteken, maar ook kan stylen, ook fotografie aan kan en een heel totaal pakket. Dus ik kijk nog iets verder, nog iets langer door en bij mij komen ze dan nog bij een volgende categorie terecht en dan moeten ze zich weer bewijzen. Dus het is niet alleen voor vandaag. De mensen die wij scouten, die weten vandaag nog niet dat ze gescout zijn. Sinds 2009 ben ik al actief bij het ROC van Twente. Ik vond eigenlijk altijd dat er voor talent nog te weinig werd gedaan op het mbo-college. En toen heb ik een aantal jaar eigenlijk allerlei vergaderingen daarover gehad. Met als gevolg dat wij een eigen masterclass mochten opzetten samen met Michael Assink van Kapsalons in Hengelo. En dat doen we dus nu een aantal jaar. En het is heel leuk om te zien dat je talenten eruit kunt pikken en ze nog meer kunt motiveren met een aantal kapsalons of een aantal kappers, topkappers. En wij hebben ook talenten van buiten, dus niet alleen in Twente, maar ook van buiten. Die halen we erbij om ze te trainen, zodat ze echt mee mogen doen aan de grootste wedstrijden van Nederland. Ja, ik woon in Loosdrecht, maar ik kom hier natuurlijk wel vandaan.
Maar nee, voor mij is het wel echt ROC van Twente. En tuurlijk kijk ik tussendoor al even of ik een geschikt model zie voor Miss Nederland. Hoe vind je de ambiance hier waarin dit vanmiddag hier gebeurt? Ja, het is te gek. Weet je, ik loop hier nu een aantal jaar en je ziet dat het niveau gewoon stijgt. En ik moet wel even een haakje ook plaatsen. Dat ik wel vind dat het een andere generatie is. Dus ik vind wel dat ze nog even iets harder mogen lopen met z'n allen. Maar wat ze hier laten zien, dat is voor hen een onwijze uitdaging. En dat doen ze supergoed. Fleur wint in de eerste prijs met Kapsalon Studio Coco. Haar model is Isea Bolhuis. En Isea werkt bij Swift Hair Salon in Ruurlo. Goed, Fleur wint. Je wint vanavond de award. Wat zegt jou dat? Ja, super gaaf. Ik kan het nog steeds niet geloven. Hoe lang doe jij deze opleiding al en wat wil je ermee? Ik doe nu net een half jaar de opleiding. En ik zou eigenlijk heel graag voor mezelf iets willen beginnen of verder groeien naar iets. Ik weet het nog niet zo goed. Fleur wint, jij wilt verder in dit vak. Betekent dat je ook al een stageplek hebt? Ja, zeker. Bij Studio Coco in Almelo. En die hebben allemaal er ook voor gezorgd dat ik gewonnen heb. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dus wil ik hun ook heel erg voor bedanken. Marien, heb jij zelf ook nog inspraak in wat jouw kapster gaat doen? Ja, ik heb heel veel met haar besproken. Eigenlijk alles wel. En samen hebben wij dit dan gecreëerd. En met haar handen natuurlijk. Jullie zijn studiegenoten. Je ziet elkaar elke dag. Is dat een voordeel? Ja, Fleur en ik gaan heel goed met elkaar. Dus dat zeker. Almelo is genomineerd tot evenementenstad van het jaar in de categorie tot 100.000 inwoners. Wat vindt u daarvan? Ja, apetros natuurlijk. En een hele terechte nominering ook. We hebben jaarlijks zo'n 160 evenementen. En dan nog een heleboel ook wat kleinere, kleinschalige evenementjes in onze stad. Die worden door talloze vrijwilligers worden die gedraaid. Ja, en het is elke keer razend druk in onze stad. Met vertier en gezelligheid. Dus ja, ik vind het een terechte nominering en ik ben er heel blij om. De burgemeester van Heerde die heeft van Kasia Ollengren een veiligheidspakket gekregen. Heeft u dat ook al ontvangen? Nee, dat heb ik nog niet ontvangen. Ik weet wel wat erin zit. Het is een doos met informatiemateriaal voor de burgemeester. Eigenlijk is het meer een signaal om ook de bewustwording van de veiligheid in de publieke functies, om dat onder de aandacht te brengen. En de minister is uiteraard in hoogste instantie de werkgever van een burgemeester. Dus op deze manier wordt er ook een beetje de rol van de werkgever op ingevuld naar burgemeesters. Wat vindt u persoonlijk van? Het is hartstikke jammer dat het nodig is natuurlijk. Bedreigingen van functionarissen in het publieke domein, die zijn aan de orde van de dag. Weten we uit onderzoek en dan horen we ook in allerlei nieuwsberichten daarover. En dat is natuurlijk heel erg slecht, want dat draagt uiteindelijk, ondergraaft dat, het ondermijnt het functioneren van de overheid. En dat is iets wat we met elkaar niet moeten willen. Ik vraag u dat omdat u toch in ieder geval de burgemeester bent van de open dialoog en de communicatie. Ja. Daar hoort inderdaad het bespreekbaar maken van dit soort zaken ook bij. We moeten met elkaar als samenleving, het helpt niet dat een minister of een functionaris dit gaan zeggen, dit hoort niet. Je moet dit als samenleving niet willen. Want onze democratische instituties, dus de raad, raadsleden, politici, bestuurders, die zijn van de samenleving. Die worden gekozen of indirect benoemd door gekozen functionarissen. En daar moet je met elkaar zuinig op zijn. U neemt, als ik u goed begrijp, kennis van dit pakket en gaat over tot de orde van de dag. Tot de orde van de dag. U weet, ik ben verantwoordelijk ook voor de veiligheid in de gemeente Almelo, zoals mijn collega's dat weer in andere gemeenten zijn. De integriteit en de onbedreigdheid van ons openbaar bestuur gaat mij zeer aan het hart. Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat de gemeenteraad die nu hiernaast aan het werk is, dat onbelemmerd kan doen. En dat geldt ook voor de wethouders, geldt uiteindelijk ook voor mezelf. U bent en blijft natuurlijk burgemeester van heel veel goedwillende Almeloers. Ja, Almelo zit boordevol met heel veel goedwillende, hardwerkende mensen die vrijwilligerswerk leveren, die een winkel runnen, die een onderneming hebben. Die soms ook even wat moeilijker hebben en op zoek zijn naar een andere baan. Of die persoonlijke of in hun kinderen of in familiekringen wat moeilijker hebben. We helpen elkaar in Almelo, we zorgen voor elkaar in Almelo. We zijn een hele fijne, plezierige stad. En juist al die welwillende mensen in Almelo verdienen het ook om onbelemmerd en onbedreigd te kunnen functioneren. Uit onderzoek blijkt dat veel ouders hun kinderen controleren op het gedrag op het internet. In de galerij in Almelo vroegen we enkele passanten hoe
hoe zij over deze controle dachten. Ik vind het dat het aan de ouders ligt. Kijk, het ligt eraan of je je kind vertrouwt of niet. En ja, als je kind vertrouwen is, vind ik het onnodig. Heel goede zaak. Ja. Moeten ze het blijven doen. Vertrouwen is goed en controleren is beter. Met appjes en pesterijen en toestanden moet gewoon veel meer controle op zijn. Als je zelf ouder zou zijn, hoe zou je een en ander aanpakken? Nou, ik ben zelf moeder. Mijn kind is 2,5, dus ik heb nu nog niet zoveel te maken met het internet. Maar ik denk dat ik vooral samen met hem het gesprek zou aangaan van goh, waarom kijk je bijvoorbeeld bepaalde vlogs en bloggers en waarom kijk je naar bepaalde filmpjes en wat kijk je dan? En toch het gesprek wel aan zou gaan met hem. Ja, de hedendaagse techniek, daar ontkom je dat niet aan. Ja, en ja, kinderen opvoeden, daar hoort dat volgens mij gewoon bij. En heeft controleren dan zin? Ja, dat ligt natuurlijk helemaal van het begin van de opvoeding af natuurlijk, hoe goed je kinderen luisteren. Je hebt jezelf natuurlijk wel een behoorlijke vinger van in de pap natuurlijk. Maar ja, ieder mens is niet gelijk. Hè? Dus de ene ouder denkt er toch anders over als de andere. Wat vind jij daarvan? Ik vind het vervelend. En wat is de reden dat je dat vervelend vindt? Ik vind het vervelend als mensen mij de hele tijd op de vingers kijken. Wat ik aan het doen ben en elke keer op mij gaan letten. Daar hou ik niet zo van. Hoe zou het anders kunnen? Duidelijke afspraken maken. Ja. Duidelijke afspraken maken ook, ja. En gewoon je huis wegmaken. Veel mensen houden ervan om afspraken te maken. Denkt u dat het een goede oplossing is? Het lijkt een hele makkelijke oplossing, maar ik denk dat het bij pubers in de werkelijkheid, in de realiteit, niet zo makkelijk gaat. Waarom is dat niet zo gemakkelijk, denkt u, met pubers? Omdat pubers natuurlijk ook heel moeilijk zonder internet kunnen. Ik bedoel, op het voortgezet onderwijs hebben ze het al nodig voor school. En het zijn ook hun sociale contacten. Ja, vind ik wel een goede zaak. En wat is de reden dat u dat een goede zaak vindt? Omdat je tegenwoordig niet meer weet waar je aantreft. Ik bedoel, er zijn kinderfilmpjes waar gewoon andere dingen in zitten dan wat eigenlijk de bedoeling van het filmpje is. En hoe pak je zoiets aan? Meer toezicht, denk ik. En dat is met die kijkwijzer, dat is wel slim, denk ik, dat je ook voor YouTube en zo een kijkwijzer maakt. Dat zou een goede manier zijn om een en ander te controleren. Ja, dat denk ik wel. Ja. Wat zijn zoal de gevaren? Nou, ik denk dat als jonge kinderen heel veel te maken krijgen met bepaalde beelden, filters, ook woorden, hoe mensen tegen elkaar praten via het internet, is toch of een heel mooi gesprek met je kind in kan krijgen van hoe het nou echt zit en hoe je er nou naar moet kijken. En dat het internet eigenlijk gezien moet worden met een filter. En niet met dat het echt allemaal waar is wat op internet staat. Ik weet nog dat we allerlei suggesties hebben gedaan. Ja. En die zijn door jullie allemaal geïnventariseerd. En ik ben benieuwd hoe ze het formuleren. Wat de reactie van de gemeente daarop was. Ja, de wethouder is er, ja. Kan die daar wat over zeggen? Ja, dat wil ik wel, maar misschien is er een microfoon over. Ja, kom maar. Het past helemaal in de fietsvisie 2040, waar wij het straks met elkaar over gaan hebben. Ja, kijk, de lijst die u aangaf van wat heeft de gemeente daar mee gedaan, dat weet ik zo 1, 2, 3 niet. Ik weet niet op detailniveau waar in het contact wat u hebt met onze verkeerskundigen, wat wordt opgepakt en wat niet. Ik denk dat jij aardig wat vragen hebt gekregen waarop jij het antwoord schuldig moet blijven. Nou, volgens mij valt het best mee. Heel veel mensen hebben vragen gesteld over bijvoorbeeld de F-35 en hoe dat nu gaat. En daar zijn we als college nu ook mee bezig om daar wat voorbereidingen in te treffen. Dat we wel wat stukken kunnen aanleggen met subsidie vanuit de provincie. En als dat zo gereed is, dan gaan we dat zo snel mogelijk aanleggen. Maar dan moet de raad natuurlijk wel eerst een akkoord op geven. En bijvoorbeeld ook het stukje bij de ijsbaan, hè, dat fietspad wat daar ligt. Er werd ook een vraag over gesteld, wanneer gebeurt dat nou? Nou, de raad heeft bij de begroting 2019 ook daar het geld voor gereserveerd. Dus ik verwacht dat dit jaar ook opnieuw wordt aangelegd, zodat dat ook weer een veilige fietsroute is. Uiteindelijk. En het idee dat je meer klanten krijgt als je een parkeerplaats voor de deur hebt, ik geloof er helemaal niks van. Ja,
Om in de stad te komen, dat is of het busverkeer moet heel goed zijn. Maar ik vind wel dat je dan om de stad heen wel parkeermogelijkheden moet hebben. En dat je van daaruit dus makkelijk de stad in kunt komen en dan autovrij. Ja, we zijn vanavond in ieder geval in een ledenvergadering bijeen. En belangstellenden waren natuurlijk ook welkom, zijn ook gekomen. Om te vertellen wat wij het afgelopen jaar als Fietsersbond Almelo-Wieren hebben gedaan. En ik heb de activiteiten benoemd die wij hebben gedaan. En was natuurlijk ook benieuwd wat de mensen die hier aanwezig zijn ook vinden van het fietsen in Almelo en of zij ook nog obstakels tegenkomen. Het is in ieder geval zo dat de F35 in Almelo wel aardig in orde is op een wat moeilijke punten na. Maar dat je niet vanuit Almelo richting Hengelo kan fietsen. Ook niet richting Wierden kan fietsen. Tenminste langs de F35. En ook niet naar Vriezenveen kan fietsen. Dat letterlijk en figuurlijk midden in Twente ligt. Twente staat. Het is denk ik iets meer dan een halve baan, omdat je ook veel werkbezoeken doet. Mensen gaan thuis gaat opzoeken, leeswerk hebt, stukken doornemen, onderzoek doet. Dus er gaat wel iets meer dan 20 uur in de week in zitten. Maar het zijn wel leuke uren. En de vergoeding, is die vergelijkbaar met een raadslid van Almelo bijvoorbeeld? Nee, die krijgen meer. Ja, die krijgen echt meer. Wij komen denk ik net eens op zo'n 1000 euro uit. Mijn portefeuille is op dit moment economie. En ik heb de eerste 3 jaar heb ik milieu en energie gedaan. Ik heb hier een hoop dingen gehoord, heb dingen op kunnen halen die we ook weer meenemen naar de provincie. Volgende week is in de provincie weer een mooie commissie waarin we ook op bepaalde zaken die heel belangrijk zijn voor deze regio. En waar echt weer een klap wordt gegeven op misschien wel 20 miljoen voor de deals die het niet gehaald hebben in Den Haag. Maar waarvan wij vinden met z'n allen dat ze heel waardevol zijn voor dit gebied. Om daar een klap op te mogen geven. Dat gaan we in ieder geval proberen met de collega's. Ja, we hebben een terminal in Almelo. Alleen ik zie daar lang niet elke dag een schip liggen. Ja, dan lijkt het alsof het niet zo heel druk is. Maar op dit moment slaan wij toch al wel enkele duizenden containers over op die terminal. Die containers die zijn veelal bestemd voor de bedrijven op het XL-park zelf. En de bedoeling is dat wij over een aantal jaren toch groeien naar ergens tussen de 20.000 en de 25.000 containers. Nu is het wat rustiger, maar u moet ook niet vergeten dat wij eigenlijk pas een maand of 8-9 operationeel zijn op die terminal. Dus het heeft wat aanlooptijd heeft het nodig. Maar de groei zit er wel in op dit moment. We groeien elke maand door met een aantal containers. En wij willen toch in de loop der tijd tussen de 20.000 en de 25.000 containers daar gaan handelen voor het XL-park, maar ook voor bedrijven elders in Almelo. Dank u wel. Graag gedaan. Als het over het XL-park in Almelo gaat, dan heeft D66 vaak commentaar en vragen. Hoe komt dat? Nou ja, dat komt omdat we het heel erg belangrijk vinden dat we samen die economie daar goed in bezig zijn. En het is belangrijk dat dat goed gebeurt. Dus dan moet je goed betrokken zijn als raadslid om goed te kijken wat er gebeurt, zodat het op de allerbeste manier gaat. En dan blijkt vaak dat uit Enschede, daar komen de bezwaren over de kavelgrootte of over verkoop aan particulieren en dergelijke. Nee, maar dat moet je zo niet zien. We gaan met z'n allen voor één sterke regio Twente. Sterker nog, we gaan zelfs voor een regio die over de grens heen gaat. He, zelfs naar Duitsland toe. Dat je kunt werken waar je wil, dat je kunt wonen waar je wil. Dat er bedrijven zijn. Dus dat doen we gewoon samen. Dus het is echt heel ouderwets om te gaan denken in die gemeentegrenzen. We zijn samen, proberen we één Twente te zijn. En dat is wat we doen. De geschiedenis van de doopsgezinde gemeente in Almelo gaat terug tot in de 16e eeuw. Op de plaats waar nu de kerk staat, Grote Straat 57, werd in 1684 een woonhuis omgebouwd tot kerkzaal. Wel moest het een schuilkerk zijn, dat wil zeggen, aan de buitenkant mocht niet zichtbaar zijn dat het hier een kerkgebouw betrof.
Aan de straatzijde van de schuilkerk bevond zich een woongedeelte, terwijl de ingang van de kerkzaal zich in de gang links van het gebouw bevond. Gravin Sophia van Rechteren verleende toestemming tot het bouwen van een orgel. Het orgel en de preekstoel daaronder zijn uitgevoerd in Louis XVI-stijl, passend bij de nieuwe voorgevel. De kerk biedt plaats aan ongeveer 80 kerkgangers. Ook worden er regelmatig concerten gegeven.